Sander van der Streek, net op het moment dat ik dacht van nou, dit wordt zo'n typische 0-0 wedstrijd, had jij een oprisping en schiet je de bal lekker binnen. Maar nu sta je denk ik toch met een zuur gevoel in je lijf hier voor me. Dat kan je wel zeggen, ja. Liever geen doelpunt gemaakt, maar gewoon de 3 punten gehad. Maar ja, dat zit er helaas niet in vandaag. Dus dat, ik sta hier wel met een klote gevoel, ja. Ja, want jullie komen hier net allemaal de trap op met hele zure gezichten. ADO allemaal heel boos omdat ze zo in de slotfase het nog weggeven. Maar mag je niet uiteindelijk toch nog heel blij zijn dat je een puntje haalt? Ja, uiteindelijk misschien wel. Maar als je het hele spelbeeld ziet, moeten we gewoon die wedstrijd al eerder doodmaken en beslissen, denk ik. En weer dat we heel weinig kansen weggeven, maar dat het wel allemaal doelpunten zijn. Dus dat kunnen we onszelf denk ik ook aanrekenen, want we moeten wel... Ja, ook wel wat meer killers achterin zijn en om te verdedigen, denk ik. En je ziet het ongelukkig. Ramon glijdt uit en die Johnson schiet hem fantastisch in de verre hoek. En daarna weet je dat ze gevaarlijk zijn uit spelsituaties. En toch laten we ons verrassen daarin. Dus dat kunnen we onszelf denk ik wel aanrekenen, die eerste 2 doelpunten. Ja, dus de mazzel die jullie tegenstanders wel hebben, dat ontbreekt een beetje bij jullie. Ik denk niet dat het mazzel is, want die gasten die weten ook wat ze doen. En die weten dat de enige manier is om gevaarlijk te worden tegen ons, want voetballend gezien... Hebben wij gewoon grip op de wedstrijd. Alleen met lange ballen en optimistische voetballen wat wij op het laatste doen, dat doen zij de hele wedstrijd. En dan zie je dat ze in hun kracht komen en gevaarlijk worden. En ook beslissend zijn daarin. Ja, Willem zei net, we laten net die kleine finesses verdedigend vallen. Maar verdedigen doe je eigenlijk met het hele team. Is het dan zo dat jullie misschien... Wat in het begin onder Jean-Paul de Jong wel goed ging, wat compact speelde en nu misschien net iets te veel ruimte laten? Ja, ik weet niet of dat de verklaring daarvoor is. Kijk, we hebben natuurlijk gewoon, je geeft eigenlijk maar heel weinig kansen weg. Alleen hetgene wat we dus weggeven is gewoon gelijk een doelpunt. En daar moeten we toch met z'n allen goed naar gaan kijken. Want tegen Willem II geef je ook helemaal niet zoveel kansen weg. Maar ja, of je geeft misschien nog niet eens. Okay, je geeft een vrije trap weg van 30 meter. Nou, die schiet die fantastische kruising in. En een omhaal die nooit meer van zijn leven maakt. Het is ook wel dat het nu even verkeerd gaat voor ons. En toch moeten we er naar blijven kijken. En ook zelf eerder die wedstrijd killen. En daar zijn we voorin, denk ik, wel belangrijk in. Ik neem aan dat je ook met extra interesse naar FC Twente Feyenoord kijkt zometeen. Dat is dan ineens een wedstrijd die jullie zou kunnen helpen. Ja, inderdaad. En Twente heeft die punten hard nodig. Maar goed, ook al stunt Twente, dan nog heb je het niet in eigen hand. En dan moet je volgende week gewoon met z'n allen volle bakken naar de Kuip om te zorgen dat je daar de punten meeneemt. En dan kan het misschien nog wel weer spannend worden. Maar goed, wat ik net al zeg, je hebt het niet in eigen hand. Want dan moet je ook nog de beker winnen. En alleen dan zou je voor een stunt kunnen zorgen. Maar we moeten zelf nu gewoon naar onszelf kijken, keihard werken naar zondag toe en dan zorgen dat we de punten uit Rotterdam meenemen. Dat is het enige wat je nu kan doen. 4 wedstrijden te gaan nog, 12 punten? Ja, dat is nodig om denk ik de 4e plek te krijgen en anders dan als we dat niet doen dan kan je het zeker vergeten. Hoe gaan jullie volgende week in de Kuip voetballen? Girano is er niet bij. Ja, maar er zijn zat spelers die dat over kunnen nemen. Girano is natuurlijk heel snel en sterk. Maar we hebben andere jongens met andere kwaliteiten, dus we moeten daar gewoon weer wat dingen op vinden. En ja, het is balen dat hij er niet bij kan zijn, maar dat kan denk ik wel met deze selectie wel opgevangen worden. Maar het begon steeds wat lekkerder te lopen tussen Girano, Saka en jou. Ja, dat klopt, maar hij is geschorst, dus ik kan er ook niet veel van anders... Nee, maar je moet nu weer zoeken naar een nieuwe automatisme, zeg maar. Ja, maar ik ken die natuurlijk. Je kent andere jongens, Cyril, Lucas, ken je ook goed. En daar weet ik ook wat hun kwaliteiten zijn en hoe ik daarmee moet voetballen. Dus ik denk dat niet helemaal aan het eind van het seizoen ken je elkaar nu wel zodanig dat dat geen probleem moet zijn. De Kuip is misschien wel het mooiste stadion van Nederland. Zijn dat dan wedstrijden waar je van tevoren zegt, ja, daar kijk ik wel echt naar uit? Ja, dat zeker. Je weet hoe het leeft daar en dat het legioen daarachter gaat staan. Nou ja... Het is aan ons om te zorgen dat het legioen stil wordt en dat ons uitvak losgaat. Dus volgende week gewoon met z'n allen volle bak knallen. Nou ja, bij Ajax is het gelukt. Bij PSV leek het lange tijd te lukken. Dus 3 malen scheepsrecht. Ja, ik hoop het. We gaan er keihard aan werken. En we doen in ieder geval alles aan om daar de punten mee te nemen uit Rotterdam.